Daar zit er wat in. Ja, nu wel. 1, 2. Huub zou ons een boek opsturen. Nou. Ik maak zelf een boek. Peer, Peer, er zit nog steeds geen pakje van Huub in de brievenbus. Geen één pakje. Niks. Nou. De postbode is toch nog niet geweest? Ja, maar Beer, het duurt zo lang. Weer een blaadje voor het boek. Hey, tijger, kijk eens wat een leuk plaatje. Ik heb allemaal plaatjes van leuke dieren uit de tijdschriften geknipt en zelf opgeplakt. Zo. Ja, en nu niet ik de blaadjes aan elkaar. Zo wordt het een boekje. Beer, Beer, huh? Beer, daar komt de postbode, Beer. Daar komt hij, daar komt hij. Oh, het is een mevrouw postbode. Mevrouw postbode, hierheen, hierheen. Hallo, mevrouw postbode. Daar is de brievenbus. Heb je een pakje voor ons, van Huub? Hè? Een pakje voor ons? Ik breng de wijkranten wat folders rond. Wijkranten en folders. Maar ze stopt wel echt wat in de brievenbus. Wel klaar weer, hè? Doei. Dag. Oh, Beer, post voor tijger en voor Beer. Kijk. Net of we het nog niet gezien hebben, tijger. Nee. Wat zat er nu in de brievenbus? Het is allemaal voor mij. Ik wil ook wat. Een blaadje met allemaal plaatjes van speelgoed. Peer, ik weet wat, Peer. Ik zoek plaatjes. Ik zie geen plaatjes, Peer. Peer, ik wou ook een boekje maken, maar in de krant staan geen mooie gekleurde plaatjes. In mijn speelgoedfolders wel. Je mag uit mijn blaadjes wel plaatjes knippen. Nee, Beer. Hoeft niet, Beer. Ik weet plaatjes die nog veel mooier zijn. Met een krant kun je ook leuke dingen verzinnen. Zo. Die wou ik zo. En dan die er tegenaan. En nu die klep. Raad eens wat ik maak, tijger. Waar ben je? Waar is de schaar nou? Waar is de schaar nou? Oh, daar. En de mooie plaatjes. Ja, deze plaatjes zocht ik. Die ga ik uitknippen. Welke zal ik nou knippen? Deze. Ik maak een schilderij voor Beer. Tijger, kom eens kijken. Ik heb wat voor je. Ik heb van een krant een hoed gevouwen en ook een boot. En die boot is voor jou. Dat is leuk, Beer. Dankjewel. Maar ik ga schilderijtjes uitknippen. Kijk maar, Beer. Nou, kijk dan. Nee, niet doen. Blijf af, Beer. Het is van mij. Luister nou. Geef eens hier. Dit is een boek met een mooi verhaal en mooie platen. Daar mag je niet in knippen. Beer, jij knipt ook plaatjes uit boekjes, Beer. Uit al die boekjes hier. En Beer, je hebt ze ook opgeplakt. Ja, kijk maar. Dat zijn tijdschriften en folders. Daar mag je plaatjes uit knippen. Maar dit is een mooi boek. Zo'n boek kan je heel lang bewaren en weer lezen. Nog een keer. Oh, en Beer, tijdschriften en folders, Beer? Die mag je wegdoen.
bij het oud papier, als je ze uitgelezen hebt. Nee, Beer, nee, nee. Als je ze uitgelezen, Beer, mag je er plaatjes uitknippen. Kijk, Beer, Beer, dit poppetje knip ik uit. Waar is jouw schaar? Ja. En dan poppetje, Beer, plak ik in de krantenboot. Ja. Goed. En dan mag het poppetje gaan varen. Heel mooi, tijger. Eens even kijken. Beer en tijger, de warrelkar aan het weerwater. Afzender Huub. Beer, nu moet het bootje het water in, hè, Beer? Varen, varen over de baren. Varen. Huh? Beer en tijger? Ja, dat zijn wij. En jij bent de postbode. Ja, en ik heb een pakje voor jullie. Nee, wacht. Het moet in de brievenbus. Weet u, postbode, dat is namelijk veel en veel spannender. Ja, dan zal ik het proberen hierin te doen. Ik hoop dat het past. Zo, alsjeblieft. Dank je wel. Dag. Dag, postbode. Dag. Oh, eindelijk, Beer. Een pakje. En het is voor ons, Beer. Ja, van Huub natuurlijk. Voor tijger. Het is ook voor mij. Oh. Samen dragen. Ja. Zo. Uitpakken, Beer. Uitpakken. Niet scheuren. Dat cadeaupapier wil ik bewaren. Ik doe het wel. Wat spannend, Beer. Wat zit erin, kijk. Beer? Beer, schiet nou op, Beer. Ik wil het zo graag weten. Het plakband is bijna los. Beer, ik wil ook een beetje helpen. Beer, ik zie al wat, Beer. Hey, kijk uit. Het is een heel mooi nieuw boek. Een beetje voorzichtig zijn. Oh ja, Beer. Waar gaat het over, Beer? Ook over een beer en een tijger. Op een dag kwam de kleine tijger uit het bos aanstrompelen. Hij kon geen poot meer voor de ander krijgen en viel om. Daar lag hij, zomaar op de grond, midden in de wei. Wie kwam daar aan rennen? De kleine beer. Wat is er, tijger? Ben je ziek? Huh? Wat is er dan? Ik ben doodziek. Ik kan geen poot meer bewegen. Niks aan de hand. Ik maak je weer beter, zei de kleine beer. Waar doet het zeer? Wijs eens aan. Waar doet het zeer? Hier, zei de kleine tijger. En hij wees eerst naar zijn poot. En mijn andere poot ook. En mijn voorpoten ook. En voor en achter en rechts en links en boven en onder. Wat? Overal? Dan moet ik je gaan dragen. En kleine beer droeg kleine tijger naar huis. Je moet me verbinden, riep de kleine tijger. Ja, natuurlijk doe ik dat, zei de kleine beer. Eerst mijn poot, zei de kleine tijger. En de kleine beer verbond eerst zijn poot. Zijn ene poot en toen de andere. Wat nog meer, tijger? Mijn rug. Die moet ook, zei de kleine tijger.
Maar als je een rug verbindt, verbind je ook een borst. Dus verbond de kleine beer rug en borst helemaal in het rond. Tot het verband bijna op was. Mijn kop niet, zei de kleine tijger. Want stel je voor dat ik moet hoesten. Toen de kleine tijger verbonden was, ging het al ietsje beter met hem. Maar toen ging het weer ietsje slechter met hem, want hij had honger. Ik ga iets heel lekkers voor je maken, zei de kleine beer. Zeg maar wat je het liefst wil eten. Snoekbaars met amandelpitsaus en aardappeltjes met een bruin korstje erop. Ja, dat hebben we niet, zei de kleine beer. Noem nog eens wat. Macaroni met amandelpitsaus en een bruin sausje erop. Waarom zeg je niet soep? Je bedoelt soep. Ja, soep, soep, dat wou ik net zeggen. En toen maakte kleine beer voor de kleine tijger een overheerlijke soep met aardappels en wortels uit de tuin. Een beetje peterselie erin en vetoogjes erop. En toen de kleine tijger gegeten had, ging het alweer ietsje beter met hem. Maar toen ging het weer ietsje slechter met hem, want hij wou wel eens lekker slapen. Op de mooie bank met het zachte kussen, zei de kleine tijger. En toegedekt met de luipaarddeken. Toen legde de kleine tijger zich op de mooie, lekkere bank met het zachte kussen en de kleine beer dekte hem toe met de luipaarddeken. En de kleine tijger sliep een poosje. En toen hij wakker werd, ging het alweer ietsje beter met hem. Maar toen ging het weer ietsje slechter met hem, want hij wou zo graag bezoek. Ik wil bezoek. De haas kwam en riep: Oh, de kleine tijger is ziek. Kleine tijger, wat scheelt je toch? Ik weet het niet, zei de kleine tijger. Dat weten we niet, zei de kleine beer. Dan moet tijger onderzocht worden door dokter Driftkikker in het dierenziekenhuis, zei de haas. In het dierenziekenhuis, daar maken ze je weer beter, tijger. Morgen? Morgen, zei de kleine beer. Toen ging het alweer ietsje beter met de kleine tijger, want in het dierenziekenhuis is het leven mooi. Die nacht sliep de kleine beer bij de kleine tijger om hem beter te maken. De volgende dag ging het weer ietsje beter met de kleine tijger en het verband mocht eraf. Maar toen ging het weer ietsje slechter met hem, want hij wou al meteen naar het dierenziekenhuis. Toen kwam de sterke wolf en de sterke geitenbok met een draagbaar, want wie ziek is, moet gedragen worden. Voorzichtig, zei de kleine beer. Dragen jullie hem voorzichtig en laat hem niet vallen. Het is mijn vriend. En de luipaarddeken moest ook mee. Ze waren nog niet ver toen ze de goede reuze grijze olifant tegenkwamen. Waar gaan jullie heen, luitjes? Vroeg hij. Naar het dierenziekenhuis. Tijger is ziek en wij maken hem weer beter, zei de kleine beer. Dan loop ik een eindje met jullie mee. Misschien kan ik helpen. Toen kwamen ze de gele eend tegen en de haas, een muis, de leeuw met de blauwe broek, de hond, de egel en de wandelezel met de rugzak en iedereen ging mee.
Heel voorzichtig droegen ze hem naar het dierenziekenhuis. Kamer 5, zei zuster Lucie. Zuster Lucie was een goede eend. Op kamer 5 lag ook de vos. Wat komen jullie doen? De tijger is ziek. We maken hem weer beter. Ziek? Ziek ben ik. Poot gebroken. Heb met een leeuw gevochten. Ik heb gewonnen. Dat loog de vos. Hij wilde kippen stelen en hij was toen met zijn poot tussen de deur gekomen. In het ziekenhuis, zei zuster Lucie, krijgt iedereen een fris schoon nachthemd aan. Tijger paste het en het paste precies. En toen werd de kleine tijger onderzocht. Diep inademen, zei dokter Driftkikker. Dieper, dieper. Goed zo, zei dokter Driftkikker. En hij luisterde eerst van voren bij de kleine tijger en toen van achteren. En toen was het onderzoek voorbij. Volgende onderzoek. Een röntgenfoto. Wat is dat? Vroeg de kleine beer. Kwak! Doorlichten! Zei dokter Pikvorst, de fotodokter. Wat is dat? Doorlichten? Als de kleine tijger hier in dit kastje staat, doe ik de lamp achter hem aan. Kwak! En die schijnt door hem heen. Kwak! En ik sta aan de voorkant. En dan zie ik dwars door de kleine tijger heen wat hem scheelt. Dat is dus doorlichten. Begrijp je, kleine beer? Aha! Er zit een streepje scheef, riep dokter Prikvos. Nu weten we wat kleine tijger scheelt, namelijk streepje scheef. Niks aan de hand. Een kleine operatie en tijger is weer beter. Wat is dat, een operatie? Een operatie is als de kleine tijger, kwak, een lekker spuitje krijgt, dan valt hij in slaap en komen de dromen. Daarna wordt hij wakker en dan is de operatie voorbij en tijger is weer beter. Toen kreeg de kleine tijger een prik. En na die prik kwamen de dromen. De operatie was voorbij. Niks gemerkt. Tijger was weer beter. En morgen mag u naar huis, meneer Tijger, zei dokter Driftkikker. Helemaal tiptop gezond genezen. Welterusten. Jazeker. De volgende dag kwamen ze met z'n allen de kleine tijger halen. Lang zal hij leven in de gloria. Is het nog? Vroeg de kleine tijger met heimwee tot aan zijn hals. Ongeveer precies 800 meter hemelsbreed, zei de reuzengrijze olifant. En zeg nu maar wat je graag wil eten, zei de kleine beer toen ze thuis waren.
Ik maak het voor je klaar. Snoekbaars met amandelpitsaus en een bruin korstje erop. Nee, nog iets anders. Waarom zeg je niet soep? Je bedoelt soep. Oh ja. Dat bedoelde ik, riep de kleine tijger. En er kwam soep. Met vetoogjes, peterselie en worteltjes uit de tuin. Maar volgend jaar mag ik een keertje ziek zijn en dan maak jij mij weer beter, hè? Ja, natuurlijk, zei de kleine tijger. Dat spreekt vanzelf. Als jij ziek bent, Beer, zorg ik ook voor jou. Hè, Beer? Dit boek bewaren we. En dan lezen we het nog een keer. En nog een keer. Beer, maar niet nu, hè, Beer. Ik ga weer met mijn boot spelen. Die moet in het water. Mijn boot gaat varen met het poppetje. Schuitje varen, teentje lief. En dit bewaar ik ook. Ik ga de poppetjes, beestjes, bloemetjes uitknippen. Nooit de overkant. Di-di-di-di-di. Dag, boot, dag. Ga nou. Tijger. Krantenboten kunnen niet in het water varen. Tijger. Krantenboten willen onder water varen. Arme boot. Hij zinkt. Krantenboten kunnen niet onder water varen. Maar de warrelkar kan wel onder water. Beer, onder water, Beer? En gaat onze kar dan niet kapot, Beer? Net zoals de krantenboot wel kapot ging, Beer? Beer? Ja, nee. De kar kan niet goed meer rijden, maar wel varen. Beer, we gaan onder water varen. Beer, kom. Ja. Zo. Hup. En starten maar. Nou, Beer, hier komt het onderwaterplaatje. Kijk, Beer, daar komt het. We gaan bij de vissen op bezoek, Beer. En jij mag op de knop drukken. Beer, ik zie waterplanten, Beer. Maar, oh, daar zijn de vis. Daar is een vis, Beer. Kijk eens wat een mooie vis, Beer. Oh. Kijk. Oh. Dat is een grote vis. Waar? Oh, daar. Mooi. Oh, Beer, wat is die groot, Beer. Daar is hij weer. Ja, nou, daar gaat hij. Dag, vis.